Echt zo snel. Dus pap, als je dit kijkt, thanks voor het leuke weekend. Vandaag was mijn eerste stage dag. Dus ik denk dat ik maar ergens in Utrecht iets moet gaan eten of zo. Oh, het lijkt alsof ik niets aan heb. Hey, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag zaterdag. En ik ben eventjes mijn tas aan het inpakken. Want ik ga gezellig bij mijn vader slapen vanavond. Hij komt me dus straks ophalen. Maar ik moet even nog dus wat spullen inpakken om mee te nemen. Ja, een beetje essentials. Ja, een pyjama en een tandenborstel en dat soort dingen. Niet dat ik superveel mee hoef te nemen, maar ja, het is natuurlijk wel handig om spullen mee te nemen. Dus dat ben ik even aan het inpakken. En het is super mooi weer vandaag. We gaan vanavond naar de bioscoop trouwens. Morgen gaan we ook nog iets leuks doen, maar nog geen idee wat. Dus dat moeten we nog even bedenken. Dus ik ga zien wat het wordt. Het wordt vast en zeker gezellig. Dus dat is mijn plan voor dit weekend. Morgen is het dus eerste paasdag. Dus dan ben ik met mijn vader en gaan we dus gezellig iets leuks doen. En maandag is de tweede paasdag. Dan ga ik bij mijn opa en oma eten. En dan is mijn vakantie alweer voorbij. Het gaat echt zo snel. Het is echt niet normaal. En de meeste mensen die hebben nu pas vakantie. En ja, dan moet ik dus alweer naar school. Nou ja, niet naar school eigenlijk. Want ik heb dus stage en scriptie als ik weer ga beginnen. Dus het is wel spannend. Maar ik ga nu nog even genieten van de laatste paar dagen vakantie. En ik heb echt een super gezellig weekend gehad samen met mijn vader. Zeker voor herhaling vatbaar. Dus pap, als je dit kijkt, thanks voor het leuke weekend. Ik ga nu eventjes editen, want ik wilde eigenlijk gisteravond nog gaan editen, zodat de video vanochtend online kon. Maar ik was gisteravond toen ik thuis kwam eigenlijk best wel moe, dus ik had niet zoveel zin meer om te gaan editen. Dus dat ga ik nu doen. Ik denk dat ik lekker in de tuin ga zitten. Alleen zijn er heel veel pluisjes buiten. En daar krijg ik echt hooikoorts van. Dus dat is wel een nadeel. Maar we gaan zien hoe lang het goed gaat en anders ga ik weer naar binnen. In ieder geval, ik heb vandaag een jurkje aan. Deze. En die heb ik gekocht bij de Bershka. En ik vind hem super leuk. Hij is heel basic, maar ik vind hem echt heel erg leuk. En ik heb het nu eigenlijk nog best wel koud, maar ik denk dat ik daar straks niet zoveel last meer van heb als het eenmaal super warm is. Dan ga ik vanavond gezellig bij mijn opa en oma eten. Oké, ik heb niet buiten kunnen zitten, want er zijn echt te veel pluisjes in de tuin. En ik moet dan alleen maar de hele tijd niezen. Maar ik ben klaar met mijn video editen. En hij komt zo meteen online. Hij staat al online als je deze vlog ziet natuurlijk. En ik ga nu richting mijn opa en oma. Het is vandaag dinsdag. En vandaag is eigenlijk mijn vakantie weer voorbij en ik vind het echt heel jammer. Het ging zo snel. Maar ik heb vandaag een introductiecollege voor mijn scriptie en dat is pas om 5 uur. Dus ik heb eigenlijk nog wel een soort van een dagje vakantie. Want ik begin vandaag nog niet met mijn stage omdat mijn begeleider er vandaag niet is. Dus ik begin morgen. Dus ik heb nog een soort van extra dagje vakantie. Dat introductiecollege is dus van 5 tot 7. En ik moet om 9 uur weer dansen. Dus om dan in de tussentijd terug te gaan, dat is niet echt nuttig. Aangezien ik dan misschien 10 minuten thuis ben in de tussentijd. Dus ik denk dat ik maar ergens in Utrecht iets moet gaan eten of zo in de tussentijd. Want anders is het gewoon echt onzin om de hele tijd heen en weer te reizen. En ja, dat kost gewoon zoveel tijd. Dus ik moet even nog bedenken hoe ik dat ga doen. Maar ik heb net een video opgenomen en die ga ik denk ik gelijk even editen.
Ik hoop dat ik daar niet te lang mee bezig ben. Want ik wil eigenlijk nog verder gaan met mijn kamer opruimen. Nou ja, mijn kamer is op zich wel soort van opgeruimd. Maar ik wilde eigenlijk alle kastjes opruimen deze vakantie. Ik ben niet ver gekomen. Ik heb maar liefst 2 laadjes uitgezocht. Eigenlijk wil ik daar nog eventjes een stukje mee verder gaan. Maar ik moet maar even kijken hoe ver ik kom. In ieder geval ga ik nu even beginnen met editen. En ik ga even wat drinken pakken, want ik heb dorst. Het is vandaag woensdag en ik heb echt nog helemaal niks gevlogd, bedenk ik me ineens. Maar, oh, het lijkt alsof ik niks aan heb. Maar ik heb mijn sporttop aan, want ik ga zo dansen. Maar vandaag was mijn eerste stagedag. En nu heb ik nog niet in het lab gezeten en zo. Maar ik was daar naartoe en ja, we moesten sowieso eventjes een plan maken en zo van hoe we alles gaan aanpakken. En nou ja, voornamelijk hoe ik alles ga aanpakken natuurlijk. En ik ben alvast een beetje begonnen met bronnen zoeken voor mijn scriptie. En ik heb er echt al mega veel. Dus ja, daar heb ik vandaag gezeten. Ja, dat was het verhaal. Heel goed verhaal. Ja, morgen ga ik gewoon weer verder. Ik heb me nu omgekleed voor dansen en het lijkt echt zo alsof ik naakt ben. Oh nee, zo niet. Nou, maakt ook niet uit. Ik wil ook niet dat het lijkt alsof ik naakt ben. Maar ik heb eindelijk een keer deze sporttop aan. Niet met mijn sport-PH. Want daar ben ik nog steeds niet helemaal over uit of ik die wel of niet wil houden. Ik moet het wel even nog binnen 30 dagen beslissen. Maar ik heb gewoon zo'n crop top eronder gedaan. Kan ook prima. Zo, ik ben weer thuis van stage vandaag. En mijn haar is echt verregend, want het regende. Maar er was net nog een pakketje binnengekomen van AliExpress. Wat ik echt al heel lang geleden besteld had. Maar dat is dit hoesje. En hij is roze, soort van. Ik weet niet of je het goed ziet op camera. En het is echt een mega dun hoesje. Ik denk ook niet dat je dat echt goed kan zien. Maar ja, het is wel... ik vind het wel mooi. Dus ik ben er wel blij mee. Maar ik doe hem nu nog niet om. Ik heb nu nog eventjes deze erom. Die vind ik toch wel heel erg leuk. Het is nu, hoe laat is het? 5:30. En ik ga zo eerst even avond eten. En dan mijn video editen. Want ik was even vergeten dat het vandaag al donderdag was. En dat ik vandaag dus eigenlijk mijn weekvlog moest uploaden. Dat komt door dat het Pasen was. En dat ik dinsdag ook nog vrij had. En ik ben gewoon even helemaal in de war welke dag het is. Dus vandaar dat ik dat gewoon even was vergeten. Dus dat, ja, ik ga straks na het avondeten gewoon editen. En dan zet ik hem denk ik morgen online. Verder was mijn dag alleen maar stage. Ik heb alleen maar weer gewerkt aan mijn scriptieplan de hele dag. Zo, ik heb er weer een stagedag op zitten. En het is nu lekker weekend. Super blij mee. Morgen is het Koningsdag. Ik hoop dat het niet super hard gaat regenen. Want de weersvoorspellingen zijn niet top. Oh, trouwens, ik heb vandaag ook mijn tentamencijfer terug. Van mijn tentamen die ik 2 weken geleden had. En ik heb een 7.2, dus dat is top. Ben ik super blij mee. En ja, ik ga zo lekker patat eten. Het is inmiddels 5:30. En de airfryer staat op te warmen. Dus er gaat zo lekker patat in. Oh, let even niet op hoe ik eruit zie. Maar ik heb gedoucht. Oh, en ik heb alvast mijn nagels gelakt voor morgen. Want morgen is het Koningsdag. Dus ik dacht ik doe oranje nagel ook op. Vond ik wel leuk. Maar ja, ik dacht ik doe dat nu alvast. Het is trouwens avond nu. Maar ik wilde nog heel even laten zien wat ik gekocht had. Want ik was nog heel even met mijn moeder naar de winkel. Ik heb een heel leuk topje gekocht bij de H&M. Maar is het nieuwe collectie of zo? Want ik had hem nog nooit gezien. Maar ik vind hem super cute. Deze. En ik vind hem echt heel leuk voor in de zomer. Het is ook zo'n lekker luchtig stofje. Dus voorlopig kan ik hem denk ik nog niet aan. Maar in de zomer is die wel heel leuk. Hij heeft zo'n knoopje ook onderaan. En ik heb een regenjas gekocht. Bij de C&A. In de aanbieding. 50% korting. Hij was nu €9,95. Super goedkoop dus. En ik heb eigenlijk niet echt een regenjas of iets. En ook geen jas met capuchon. Ja, alleen winterjas. Maar dat ga ik nu niet meer aantrekken. En ik wilde al wel zo'n soort jas. Ik zag ze ook wel vaak bij de Only en bij de Vera Moda. Maar daar vond ik ze eigenlijk veel te duur. En deze was nu dus best wel goedkoop. Dus ik dacht ik neem deze mee voor als het gaat regenen. En hij is heel dun, dus ook gewoon fijn voor nu in het voorjaar. En ik kan er eventueel ook nog gewoon iets onderaan doen. Maar deze dus. En hij heeft dus onder deze knoopjes een oranje rits. En ik hou eigenlijk normaal helemaal niet van oranje. Maar ja, als je het dicht doet zie je het ook niet.
Maar vanmorgen met Koningsdag is het wel leuk. Want waarschijnlijk gaat het regenen. Dus dan kan ik deze wel goed gebruiken. Nou, dat is wat ik nog eventjes snel wilde laten zien. Ik ga nu mijn tanden poetsen en ik ga lekker naar bed. En dan ga ik hier bij deze vlog afsluiten. Als je het nou leuk vond om te kijken, doe vooral een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren als je meer video's van mij wilt zien. En hopelijk zie ik je dan weer in mijn volgende video. Doei!